Mijn naam is Sybren Andringa, ik ben 52 jaar oud, ik kom uit Rotterdam. Althans, ik woon in Rotterdam, ik kom uit Den Haag. Het boek wat ik zou willen aanraden is het boek, dat heeft de Nederlandse titel De Welwillende. Oorspronkelijk in Frans geschreven, geschreven door Jonathan Little. Het speelt zich af in de tijd van het nazisme. De hoofdpersoon is een Duitser, een civiel ambtenaar uit Duitsland. En je ziet in het boek hoe een normale doorsnee ambtenaar door het lot, door steeds kleine ontwikkelingen, betrokken wordt bij alle extreme gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden tijdens het nazisme, zo tussen eind jaren 20 en 1945. Deze beste man, de hoofdpersoon, rolt langzaam maar zeker in het fascistische bewind tot aan Stalingrad, Auschwitz en de val van Berlijn toe. Waarom ik het aan iedereen zou willen aanraden, het is een dik boek, het is een lang boek van 1000 pagina's ongeveer, maar het leest in één stuk door. Het is prachtig geschreven, het is fascinerend, maar wat het vooral interessant maakt, hoe een gewone man, een doorsnee man, zonder eigenlijk kwade bedoelingen, zonder opzet, zomaar betrokken raakt bij het meest extreme wat we in de 20e eeuw hebben meegemaakt. De massa-executies in Hongarije, Auschwitz, wat ik zei, de val van Berlijn, Stalingrad. Het is onvoorstelbaar, het is alsof je er zelf bij bent en alsof je het zomaar zelf meegemaakt zou kunnen hebben. Het is heftig en ik zal één ding verklappen, het eindigt met echt een weergaloze grap. Die je niet van tevoren moet vertellen, want je lacht je helemaal suf op het moment in het boek dat duizenden mensen doodgaan. Bij deze.